Fijn dat je kijkt naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag gaan we het hebben over een heel specifiek onderwerp, namelijk de Germanische heilkunde. En dat ga ik samen doen met Casper Rutten. En we gaan daar vijf speciale afleveringen aan wijden. En we gaan vandaag beginnen met de basisuitleg over de Germanische heilkunde. En die bestaat uit vijf biologische natuurwetten. Casper, welkom in de show. Ja, jij welkom voor de uitnodiging. Leuk je te spreken, want dit is een heel bijzonder onderwerp, maar ook een heel belangrijk onderwerp volgens mij. Hè? Ja, oké, dan vraag je dan ja, of aan de goede. Naar mijn beleving is het belangrijkste onderwerp wat er eigenlijk bestaat. Want uiteindelijk, het gaat om onze gezondheid. En wat is er belangrijker dan onze gezondheid? Wat is er belangrijker om te weten hoe ons lichaam functioneert? Waar ziektes vandaan komen en wat ik eraan kan doen als optreden. Is er belangrijkere informatie dan dat? En de academische geneeskunde kent van geen enkele ziekte de oorzaak. De academische geneeskunde is in principe experimenteel, zou je kunnen zeggen. Ja? Als je geen oorzaak hebt van een ziekte, kan je ook niet oorzakelijk behandelen. En de ontdekking van dokter Hamer is dus dat hij vijf wetmatigheden heeft gevonden in het levende. En dat kunnen we dus aan de hand van een ziektebeeld, kunnen we deze wetmatigheden waarnemen. Ja. En het met natuurkundige wetmatigheden, die zijn niet zo als mensgemaakte wetten, die vandaag zus zijn, morgen zo en overmorgen veranderen we het nog eens. Natuurwetten gelden nu, hebben altijd gegolden en zullen altijd gelden. Die zijn in feite onveranderlijk. En met de Germanische heilkunde, die wetmatigheid, laat ook zien dat we het onszelf ongelooflijk moeilijk maken. Ja, we gaan er een reeks doen, Casper, van vijf edities in eerste instantie. Gewoon puur om dit voor iedereen begrijpelijk te maken. Hè? Dat iedereen weet heeft van deze, wat is het eigenlijk? Kennis, laten we het maar kennis noemen. Het is pure kennis, pure wetenschap. Ja. En we gaan vandaag beginnen met de eerste natuurwet, maar misschien eerst goed om te beginnen bij het begin. Dat is namelijk de grondlegger van deze kennis, dat is dokter Hamer, hè? Ja. Kun jij vertellen wie dat was? Dokter Hamer was een dokter. En hij was eigenlijk al een bijzondere dokter. Hij had op de eerste plaats een zeer scherpe blik. Als hij bijvoorbeeld in een operatiezaal kwam, dan zag hij direct een aantal dingen die verbeterd konden worden. Hij had ook tientallen patenten op zijn naam, met medische apparaten en dergelijke, die had uitgevonden om bepaalde dingen om beter te kunnen doen, makkelijker te kunnen doen. Dus, hij was zeer ideologisch en hij wilde eigenlijk die inkomsten uit die patenten, had hij voor om in Napels, in Zuid-Italië, een artsenpraktijk met zijn vrouw te beginnen, waarbij mensen niet hoefden te betalen, want het is daar arm. En hij eigenlijk heeft hij altijd de intentie gehad van je kan als arts eigenlijk helemaal geen geld vragen. Want dan vraag je eigenlijk geld voor het leed van een ander. Dus je gaat eigenlijk leven van het leed van een ander. En dat vond hij eigenlijk al verkeerd. Mm-hmm. Dus dat was zijn idee. En eigenlijk was hij daar al vrij ver mee. En dat zou op korte termijn doorgevoerd worden. Toen in 1978 zijn oudste zoon Dirk, dokter Hamer had vier kinderen, zijn oudste zoon Dirk werd door, het verhaal is bijna te bizar, maar de oudste zoon van Dirk werd per ongeluk neergeschoten door de kroonprins van Italië, Emmanuel. Ja, Emmanuel van Savoie. Bizar, ja. Is gewoon bizar.
Ja, per ongeluk. Want de Dirk, zijn zoon, lag te slapen in een boot. De prins wilde iemand neerschieten omdat hij het idee had dat hij hem belachelijk gemaakt had. En ja, hij schiet mis. Dus schiet naast, ja, de langs. En de kogel, dat was overigens een jachtwapen waarmee je normaal gesproken olifanten schiet. Want hij is ook wapenhandelaar, deze prins. En hij schiet dus naast en de kogel gaat door een boot heen en treft dus Dirk, die te slapen ligt. Die ligt te slapen in de boot. En oké, er zit een heel verhaal aan. Het verhaal heeft dokter Hamer ook opgeschreven. Dat is ook in zijn boeken terug te vinden. Dus dat is eigenlijk het startschot van zijn ontdekking. En waarom? Na 3 maanden kreeg dokter Hamer teelbalkanker. En hij was altijd, hele stevige man, een stevige kerel. Hij was nooit ziek. En ja, ineens heeft hij teelbalkanker. Dus ja, die traumatische herinnering aan de dood van zijn zoon. Zijn zoon is, ja, 3 maanden heeft hij in het ziekenhuis gelegen. Na 3 maanden is zijn zoon in zijn armen gestorven. En 3 maanden daarna ontwikkelde hij dus, of werd er teelbalkanker vastgesteld bij hem. En hij is altijd op zoek geweest naar de oorzaak van. Hij wil altijd weten waarom. En nu, ja, aan de aanleiding hiervan is hij dan op de oncologische afdeling van Tübingen. Is hij bij patiënten die ook kanker hadden, is hij nagevraagd van of ze toevallig een traumatische ervaring hadden beleefd voordat ze ziek werden. Hij heeft daar 200 patiënten ondervraagd en alle 200 patiënten bevestigden dat. Allemaal? Allemaal, ja. Oké. Okay. Dus ja, toen is hij verder gaan zoeken. En toen vond hij zelfs uiteindelijk indelingen dat zelfs het orgaan symptoom bepaalt wat voor conflict, wat voor traumatische ervaring je hebt geleden. Teelbalkanker is bijvoorbeeld een verliesconflict van een geliefde. Ja? Nou, oké, maar dat roept bij mij heel veel vragen op, want voor mij is het ook vrij nieuw. Ja. Maar is dat een verdieping die je kunt geven van hoe dat dan werkt? Ik kan het heel even in het kort doen. Er zijn zo circa 500 biologische programma's, noemen wij ze. Wat nu nog in de volksmond ziekte wordt genoemd. Er zijn 500 biologische programma's. En dit is dus een verliesprogramma van een naaste. En wat gebeurt er dan? In dit programma necrotiseert de teelbal. Ja, en oké. Okay. Links of rechts, dat is ook nog bepaald volgens wetmatigheden, maar er necrotiseert een teelbal. En als je over dat conflict heen komt, als je dit conflict oplost, en dat dokter Hamer heeft het dus na 3 maanden op kunnen lossen, dit verlies, dan gaat die teelbal zwellen. En dat is in principe de teelbalkanker. Een teelbalkiste. En aan het einde van de genezing, dokter Hamer heeft zich toen laten behandelen, want hij kende de biologische natuurwet niet, de biologische wetmatigheden, had hij nog niet ontdekt, dus hij heeft zich laten behandelen. Hij heeft de teelbal laten verwijderen, zoals dat gebruikelijk is, maar hij heeft geen chemo gedaan of andere medicatie, zal ik maar zeggen. Okay. Dus, even verder over het verliesconflict. De biologische zin, elk programma heeft een biologische zin. De biologische zin van dit programma ligt aan het einde van de genezingsfase. Dat komen we in deel 2 nog uitgebreid op, hoe dat dan eruit ziet, maar ik omschrijf het even zo. En aan het einde van de genezingsfase is die teelbal groter dan voorheen. Ja? Je zou denken dat het andersom is. Nee, hij necrotiseert in de actieve fase, in de eerste, in de fase dat hij het conflict niet heeft kunnen oplossen, niet over dit conflict heen is kunnen komen, en op het moment dat hij er overheen kan komen, dan ontstaat er meer weefsel, ontstaat een teelbalkiste, die meer testosteron afgeeft. Je wordt meer man. Je wordt mannelijker. En doordat meer man, hogere potentie,
Ben je dus biologisch in staat om dit verlies wat je hebt geleden beter te compenseren met een nieuwe nakomeling? Ah, zo. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Oké, okay, dit is een speciale groep. Dr. Hamer noemt dit de luxe groep. En daarbij ligt de biologische zin altijd aan het einde van de genezingsfase. Maar de meeste programma's die we hebben, liggen in de actieve fase. Maar dat is iets waar we later allemaal in detail op terug gaan komen. Maar zo moet je het okay. je voorstellen. Ja? Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, die programma's, dat zijn eigenlijk de... Wat jouw lichaam eigenlijk doet in verhouding met trauma's of pijn of... Ja, is dat een... Het is allemaal... Ja, het is echt het op de letter gedefinieerd wat een trauma is. Een biologisch trauma hebben we het dan over. We hebben het over biologische conflicten en niet over psychologische problemen. Een psychologisch probleem... Dan kan ik in stress zijn, maar ik heb geen orgaansverandering. Er gebeurt organisch en in de psyche heb ik ook geen dwangmatig denken. Als ik die stress, als ik zeg, wat zal het me, ik laat het voor wat het is, dan is de stress weg. En dan hoeft er niks in genezing te gaan. We hebben het hier over biologische conflicten en daar gaan we vandaag ook naar kijken. Wat die biologische conflicten zijn. Het verhaal even gelezen over Dr. Hamer, daar gaan we even over door nog. Want hij zag ook op een gegeven moment een CT-scan, hè? Ja, ja. Dat is heel boeiend. Maar de CT-scanner, die bestond dus helemaal niet toen Dr. Hamer dit ontdekt heeft. Dr. Hamer heeft het in 79, 80 heeft hij het ontdekt. In 81 heeft hij het ingediend bij zijn universiteit in Tübingen. Ja, die moeten dat normaal gesproken testen. Alles wat een arts, een dokter indient als habilitatie, zijn ze wettelijk verplicht om dat te controleren op juistheid. De Universiteit van Tübingen weigerde dat. En hebben hem uiteindelijk een aantal jaren later uit zijn ambt ontzet, zal ik maar zeggen, als arts, zonder het te testen. He, hadden ze juist voorgegaan, dan hadden ze eerst moeten testen en moeten zeggen van oké, okay, we hebben getest, het klopt niet. En je houdt je eraan vast, ja? je bekeert je niet tot de academische geneeskunde, ja, dan moet je vertrekken. Maar dat hebben ze niet gedaan, ze hebben gewoon gezegd van ja, we testen het niet. De rechter had zelfs een vordering gesteld van als ze het niet testen, moeten ze jaarlijks een boete betalen. Die betalen ze gewoon elk jaar, maar oké, dat gaat van de kas van het ziekenhuis gaat het naar de kas van de staat. En van de staat gaat het weer terug naar het ziekenhuis. Dus dat is natuurlijk een leuk spelletje. Maar ze moesten het testen van de rechter. En tot op de dag vandaag weigeren ze dat. Dus ja, maar dat is even, in 81 heeft hij dat ingediend. Meer dan 40 jaar geleden. En in 83 is Siemens met de eerste CT-scanners op de markt gekomen. En toen ging al heel snel de ronde dat er in de CT-scan een artefact zou zijn. En daar was Dr. Hamer er direct bij, want die wilde weten wat of dat was. Want Dr. Hamer heeft altijd al gedacht, van, ja, als er een schakel is tussen psyche, hè, want daar hebben we het over, we hebben het over de psyche, waar het trauma plaatsvindt en we hebben het organische, waar de verandering, de biologische verandering plaatsvindt om dit psychisch probleem, dit conflict, dit biologisch conflict moet je eigenlijk zeggen, op te kunnen lossen. Daar wordt het hele organisme, psyche en organisme, wordt er op deze oplossing ingesteld om tot een oplossing te komen. Dus dat werden dan zogenaamde artefacten, ringvormige creaties genoemd, die in deze scanners op zouden treden. En inderdaad, die waren er ook. Maar er waren ook andere creaties die dan later door Hamers zogenaamde tegenstanders, die hem een beetje in het belachelijke trokken, wilden trekken. Dan zeiden van ja, hè, daar heb je dan die rare Hamerse haarden. Dat is niet een kreet van Dr. Hamer zelf, maar dat is dan, ja, omdat Hamer elke keer zei, ja, maar kijk, daar zit ook een verschijnsel in de hersenen, maar dat kan geen artefact zijn. Want een artefact vindt altijd plaats in het centrum van de machine. Ja, het is, je weet, dat is zo'n dat draait eromheen, of het is een schijf, maar je gaat door zo'n scanner heen.
En het artefact treedt altijd op in het centrum van de machine. Dus als ik de patiënt 10 centimeter verleg, en het artefact blijft dan, hè, het schuift dan 10 centimeter op, ja, dan spreken we van een artefact. Maar als ik de patiënt verleg en het artefact gaat mee, dan is het geen artefact, dan zit het in de hersenen. Ja, precies, precies. Ja, ja? Ja. Zo heeft dokter Hamer met Siemens een heel een bericht uitgewerkt hoe je kan vaststellen of het een artefact is of een verschijnsel in de hersenen. Nou, dus uiteindelijk is dit verschijnsel in de hersenen een Hamerse haard genoemd. En dat moet je je voorstellen als concentrische ringen, als een soort van schietschijf. Je hebt van die ringen en in het centrum van deze schietschijf, daar bevindt zich, zeg maar, de Hamerse haard in de hersenen. En dat zit precies in het deel van de hersenen wat dan het orgaan stuurt, wat ook een verandering heeft. Dus dan wel een celtoename, dan wel een celafname of een functieuitval. Dus ja, dokter Hamer kan met een hersen-CT-scan, hoeft hij de persoon niet te kennen, nog nooit gezien te hebben, het medisch bericht niet te hebben, alleen al vanuit de hersen-CT-scan kan hij zien, en dat is niet alleen dokter Hamer, maar dokter Hamer was er natuurlijk, ja, ongelooflijk goed getraind in. Die heeft zich daar 40 jaar in getraind. Maar in principe kan iedereen dat. Het is geen helderziendheid of het is geen gave. Je moet alleen heel goed kijken. Ja. En heel goed kunnen interpreteren. Maar je kan daar zien welke ziektes iemand in het verleden heeft gehad. Welke ziektes, zeg maar even, welke processen op dit moment nog actief zijn, die nog lopen. En welke processen, speciaal programma's zoals we ze noemen, al in de genezingsfase zijn. En eigenlijk dus al op hun retour, zou je kunnen zeggen. Hmm, ja? En vooral, ja, dat is heel boeiend. En vooral die processen die eigenlijk al gelopen zijn, want dat kan je aan het littekenweefsel zien, wat zich vormt aan het einde van zo'n proces. Kan je dus heel goed zien wie dat is. Je kan zien welke eigenwaarde inbreuken hij heeft geleden, waar zijn gevoeligheid op zijn eigenwaarde ligt. Je kan zien wat voor scheidingsconflicten die heeft geleden. Je kan zien wat voor brokconflicten die heeft geleden. Dat zijn zo'n beetje de conflictinhouden die we dan vanuit de biologie mee hebben gekregen. Dus die hele hersen-CT-scan is ongelooflijk, een ongelooflijk diagnosemiddel. Je kan bij wijze van spreken, als ik nu een conflict leid, en er zou in mijn lichaam, dan gaat er in mijn lichaam een kanker groeien. Het is niet helemaal zo, maar als het in een bepaald deel van de hersenen is, dan is er een celtoename, wat wij een kanker noemen. Mm-hmm, ja? Voordat ik die kanker kan waarnemen, dan gaan dagen, soms vaak weken overheen. Zodat die kanker zo groot is dat we hem met onze apparatuur kunnen vaststellen. Ja, dat is bekend. Ja. Mm-hmm. Als ik nu een conflict leid en ik maak over een minuut, of ik maak zeg maar nu een scan, een hersenscan, kan ik nu zien welk proces er loopt. Ik kan al voorspellen, als ik dit conflict niet oplos, heb ik over zoveel dagen, zoveel weken, heb ik daar en daar op die locatie een gezwel. Jongen. Is die wereld weer op zijn kop? En dat is een kennis die dus al 40 jaar bestaat. Ja. Het is dus al 40 jaar zo dat radiologen in een scan zitten, hersen-CT-scans bekijken en niet mogen zien wat of daarin staat. Want elke radioloog kan het zien. Oké. Okay. Wat ze wel doen is, op het moment dat het in genezing gaat, krijgen we in deel 2, ja. dan vormt zich oedeem, vocht, in dit relais, zoals we het noemen, in dit deel van de hersenen, waar die inslag heeft plaatsgevonden. Er vormt zich oedeem en dat is het herstelfase, hè, zowel aan het orgaan heb je dan een zwelling, en ontsteking, een zwelling, een genezing. Maar in de hersenen heb je synchroon, want het loopt allemaal synchroon, op hetzelfde moment ook een zwelling en ook een genezing. Daar wordt ook bindweefsel ingevoerd om deze Hamerse haard te herstellen, zou ik maar zeggen. Okay. Ja? En wat doet de radioloog nu? Die geeft contrastmiddel.
En door het contrastmiddel is alles wat vocht is, wat dichte massa is, dus water heeft een dichte massa, licht op. En dan krijg je dus een bolvorming in de hersenen. Die wordt zichtbaar. Wat op een bol lijkt inderdaad. En dat wordt dan bestempeld als hersentumor. Wat helemaal niet bestaat, want hersenzenuwen delen zich na de geboorte niet meer. En daarvoor wordt het gebruikt. Maar het is niks anders dan een hamerse haard in genezing. En als je het laat genezen, de genezingsfase gewoon af laat lopen, dan trekt het vocht weer uit het einde van de genezing weg. Je blijft bindweefsel achter, dat kan je waarnemen, omdat je dus ook de oude conflicten, de conflicten die ten einde zijn, of de programma's die ten einde zijn, ook kan waarnemen in deze scan. Mm-hmm. Maar het is ook het keiharde bewijs dat de Germanische juist is. Ja, oké, maar als we even dat verhaal van jou meegaan, ik bedoel, de zo'n tumor, zeg jij, dat is dus een herstelperiode eigenlijk. Ja. Dus ja. Maar dan vaak wat onze geneeskunde dan doet, zegt van oké, of onze moderne geneeskunde, die zegt we moeten er behandeling aan vastplakken en die gaan er dan mee rommelen, zeg maar. Ja. En wordt het dan alleen maar erger of hoe zie jij dat dan? Ja, dat kan alleen maar erger worden dan. Omdat ten eerste alleen al door de diagnose hersentumor worden de mensen in paniek gebracht. Ja, maar heb je stress, angst? Dan heb je weer een activiteit, dan zou eventueel, theoretisch gaat dan het oedeem terug. Want op het moment dat jij weer conflictactief wordt, gaat het oedeem terug. Zij zeggen sowieso van ja, eenmaal oedeem of eenmaal een hersentumor, dat kan weggaan, maar het komt weer terug. En dat klopt ook, want zodra je weer in genezing komt, komt je weer terug tot het einde van de genezing. Maar snijden in de hersenen, wat dus bijvoorbeeld een hersenoperatie is, hè? Snijden in de hersenen is onherstelbaar. Het lichaam kan dat niet herstellen. We krijgen daar ten eerste, we halen een deel van de hersenen weg, wat volgens mij niet de bedoeling is. Littekenweefsel door operaties kunnen zich niet herstellen. Zo'n hamerse haard herstelt zich natuurlijk. Er wordt niet ingesneden, er wordt met bindweefsel wordt dat hersteld. Mm-hmm. En dat is natuurlijk. Het is ook zo als dat proces ongelooflijk vaak, dat kan gebeuren, het ongelooflijk vaak aan en uit gaat. Ja? Dat gebeurt ook en dan kan een verharding optreden. Maar dat zijn echt uitzonderingsgevallen. Maar de hersentumor wordt als zogenaamde uitzaaiing gezien. Hè? En dat klopt in zoverre. Vaak is er een tumor in het lichaam, in genezing. Ja, dan hoef ik maar in de hersenen te kijken en dan vind ik daar een hersentumor. Dan hoef ik niet eens een scan voor te laten maken. Dat kan ik als leek voorspellen. Snap je? En ik kan ook precies voorspellen, als ik weet welk orgaan het betreft, kan ik precies voorspellen waar het zich in de hersenen bevindt. En dan ben ik helderziende. Maar het is niks anders dan het organisch niveau, het orgaanniveau, toepassen op in dit geval het hersenniveau. En ik kan het ook weer toepassen op als het organisch dat aan de hand is op dat moment, dan weet ik wat in de hersenen, waar, op wat moment aan de hand is. En ik weet ook wat het dwangmatig denken is van degene die probeert dit conflict op te lossen. Ja, Casper, ik wil even een stapje maken naar de drie criteria die er zijn. Ik kan ze wel even opnoemen. Hier staat dus, het is allerzwaarst, zeer acuut, dramatisch. Ja. Twee, het is isolatief beleefd. Ja. En drie, het overvalt iemand, men wordt op het verkeerde been gezet. Kun je uitleggen hoe dat zit? Ja, dit moeten we niet gaan psychologisch gaan benaderen. Dit is, wij zijn gewend vanuit school, vanuit onze hele samenleving eigenlijk, om psychologisch te denken. Dingen zijn logisch. Maar niet alles wat logisch is, is ook waar. Ik denk dat dat wel duidelijk is, hè? Toch? Ja, je kan zeker. Iets heel logisch neerzetten, maar het gaat erom, is het bewijsbaar, is het aantoonbaar dat het zo is. Ja. Want anders is het alleen maar logisch, het is dan nog niet waar. Dus we moeten hier, en dat zijn we verleerd, de dieren doen dat instinctief, maar wij zijn het biologisch denken verleerd, want anders zouden wij namelijk de Germanische niet hoeven te leren, want dan zouden we gewoon weten hoe het is. Dus als we het eerste criterium nemen, het allerzwaarst, zeer acuut dramatisch, ja?
Het gaat in feite, biologisch gezien, om mijn leven. Ja? Maar het biologisch conflict is een kwestie van een seconde. Een fractie van een seconde. In het moment dat ik het biologisch conflict leid, slaat het in de hersenen, slaat het in de psyche en het slaat in het orgaan. En voordat ik kan denken, is het al ingeslagen. Onze gedachte, onze psyche is vele malen trager dan ons onderbewustzijn, zeg maar. Ja, ons bewustzijn is vele malen trager dan ons onderbewustzijn. Ik weet niet of het klopt, maar ik vind het een goede vergelijking. Als je vroeger had je voor de televisie 25 beelden per seconde. Ja? En als het er 4 of 23 waren, dan zag je dat het ging, dan ging het flikkeren voor onze ogen. Ja, ja. Ja. Ja, met 25 flikkert het ook. Alleen, we zien het niet meer, omdat ons bewustzijn, zeg maar, zo traag is, dat hij er één beeld van maakt. Ja, dus je zou kunnen zeggen, ons bewustzijn kan 25 gedachten per seconde maken. Laten we dat even stellen. En ons onderbewustzijn reageert eigenlijk tijdloos. Dat is direct. Direct in het nu. Dus we leiden een conflict. En wat dat precies is, daar hebben we het nog over. Maar dit zijn dan de voorwaarden daarvoor. En de eerste is hoogacuut dramatisch. Dus in het moment dat ik het conflict leid, weet ik eigenlijk niet wat er precies aan de hand is. Ik reageer, ik moet reageren. Ja? Ja, het slaat in als een bom, als het ware. Het slaat in als een bom. En ja, je zou kunnen zeggen, soms komt men met de schrik vrij. Ik vind dat een mooie uitdrukking. Dan het is ingeslagen, maar ach, oké, er is niks aan de hand. Hè? Ik heb straks nog een voorbeeld, maar ik haal het voorbeeld heel even aan. Een kind rukt zich los uit de hand van een moeder en rent de straat over. En er zijn piepende remmen. En het hart van de moeder staat stil, bij wijze van spreken. Oh, mijn kind. Ja? Ze weet op dat moment alleen maar, mijn kind heeft zich losgetrokken uit mijn hand. Ze is de straat overgelopen en ik hoor piepende remmen. Ja. En daar maakt zij haar beeld van. Oh, mijn kind is aangereden. En dat slaat in. Ja? En, en als het ingeslagen is, is het ingeslagen. Ik kan niet na 5 minuten terugdrijven. Want uiteindelijk, het kind is niet geraakt. Het kind komt aan de overkant van de straat. Er is niks gebeurd. Mm-hmm. Ja? Ja. Mm-hmm. Ja, dan kom je, zoals het heet, met de schrik vrij. Oh ja. Het is ingeslagen. Als je de dame onder de moeder onder de scan zou leggen, zou je een inslag zien, maar hij is alweer een oplossing. Ja? En de activiteit was 10 seconden, hooguit. De genezing, de oplossing is ook 10 seconden. Dus, nou ja, bij haar misschien wel iets langer. Ze heeft misschien wel een uur nodig om weer helemaal bij te komen. Ja? Wordt moe. En heeft zoiets van, ja? Kan je helemaal voorstellen, toch? Absoluut, absoluut, ja, ja. Dus, is maar te zeggen, maar het kind kan ook aangereden worden. En dan kan de moeder het conflict niet oplossen. Dan blijft de zorg voor het kind actief totdat het kind weer gezond is. Of het kind is overleden. Snap je? Ja. Want ja. Het conflict is de zorg voor het kind. En de biologische zin is, het kind moet weer beter worden. Ja, dus je zou in die scan dus ook kunnen zien inderdaad, dat wanneer het niet opgelost is, dat er een dieper gevolg is. Dus je ziet dat ook in die scan, dat het dat een groot ander plaatje is dan wanneer dat alweer in de oplossingsfase zou zitten. Als het alweer in de oplossing is, zie je dat. En natuurlijk die 10 seconden conflictactiviteit, die zal je uiteindelijk niet meer terugvinden. Want het hoeveelheid bindweefsel wat daar ingevoegd wordt, inloopt om deze haar te genezen, is minimaal. Ja. Is het een dag, dan is het meer. Is het een week, dan is het nog meer. Dus je kan ook wel zien hoe zwaar het conflict is geweest en hoe vaak, of het vaak weer hergeactiveerd is. Dat is ook allemaal mogelijk. Dus, ja. Dan is het tweede, dus het is isolatief beleefd. Dus, maar belangrijk is dus om te beseffen dat we dat niet kunnen psychologiseren. Van ja, er is toch niks gebeurd. Op dat moment, in die seconde, gebeurt het. Snap je? Ja.
En dan, oké, hier gaat het niet om mijn leven direct, maar dat kind van je leven is je eigen leven. Je leeft voor je kind. Snap je? Mm-hmm. Stort er een vliegtuig met 300 passagiers wordt dat uit de lucht geschoten? Dat is heel erg, dat is traumatisch, dat grijpt me werkelijk aan, maar dat brengt me geen biologisch conflict. Ja. Tenzij mijn kind in het vliegtuig zit, dan wel. Ja. Snap je? Zie je het verschil? Ja, ja. Nee, heel helder. Het tweede stuk, dat is, het is isolatief beleefd. Ja. Die is, moet je ook niet psychologiseren. Als deze moeder met de buurvrouw op de stoep stond te praten, ja, terwijl op het moment dat het kind zich lostrekt, kan je zeggen, ja, ze is toch niet alleen, de buurvrouwen zijn er. Maar het betreft haar op dat moment, niet de kinderen van de buren. En ze gaat ook niet met die kinderen of met die buren in gesprek van, oh, moet ik zien wat er nou gebeurd is. Ze kan zich niet uiten daarin. Het enige wat ze is, dwangmatig denken, gericht op de zorg voor haar kind. Of ze ontdekt, er is niks aan de hand, het kind is aan de overkant. En dan, meestal komt er dan een ander programma van, nou kom hier en doe dat niet meer en bla bla bla. Om het in de toekomst te kunnen voorkomen. Maar het conflict kan zich oplossen. Is het kind aangereden, dan is ze met de buren niet meer bezig. Dan zou je kunnen zeggen van, ach, vrouwtje, ja, het duurt zeker nog 10 minuten voordat de ambulance er is. Laten we even in het café een kopje koffie gaan drinken. Hè? Dan wachten we rustig op de ambulance. Mensen kijken je aan en of je krijgt een klap in je gezicht. Ja? Ja. Of ze hoort je niet eens, maar dan gaat die werken. We zien een soort overlevingsstand, toch, lijkt me? Of hoe noem je dat? Het is een overlevingsstand. Alleen, in zo'n geval, als we dat zien gebeuren, vinden we het niet raar dat de moeder zo reageert. Nee. Toch? Ja, het is heel normaal. Ja, en het is puur biologie. Het is puur, ze kan niet anders. En dat is wat we in dat biologisch conflict ook moeten begrijpen. Nou is dit heel hoog dramatisch. Ja? Traumatisch, dramatisch. Ja, maar er zijn ook kleine biologische conflicten. Die zijn minder traumatisch, maar ze lopen precies zo af. Ja. Oké, interessant. En dan het derde, dat is het overvalt iemand of men wordt op een verkeerde been gezet. Ja, je kan je er niet op voorbereiden. En ook dat moeten we niet psychologiseren. Nogmaals, maar het is met de Germanische de kunst om weer tot het biologisch denken te komen. Dus te begrijpen hoe de biologie dat nou eigenlijk bedoeld heeft. Ja, dan psychologiseren is toch altijd het praatje achteraf eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Dat is dan het logisch maken of de conclusies uittrekken. En dat doet de biologie niet. Biologie reageert in het moment. Ja? En als het op dat moment gebeurt, dan loopt dat verder. Het overvalt iemand. Als ik me erop kan voorbereiden, als ik weet dat mijn dochter zich los gaat trekken, ja, dan bind ik er vast aan mijn arm. Ik bedoel, dan gaat het conflict niet gebeuren, snap je? Snap het, ja. Maar het is ook zo, zo kunnen we onszelf ook wel eens een keer conflicten veroorzaken. Ik kan bijvoorbeeld gaan scheiden van mijn partner, ja, en dan zeg je van ja, maar je weet toch dat je gaat scheiden. Ja, dus dat doe je zelf. En toch kan dat heel anders uitvallen dan wat jij gedacht had. Want wat kan gebeuren is van, je zet je vriendin aan de deur. En zegt zo, met jou ben ik klaar. Hè? Je bent kwaad, je gooit het eruit. En de volgende dag zie je er met een ander lopen. Ja, dan... Ja, wat is dan het conflict eigenlijk? Hè? Dat is wel interessant. Is dat je eruit gezet hebt of dat je daarna boos wordt omdat ze met een ander gaat? Ja, dan, hè, want heb je eruit gezet met het idee van de kans met hangende pootjes terugkomen? Bijvoorbeeld. Dus hoe je op dat moment denkt, gelooft en ook wat je natuurlijk zelf doet, is bepalend voor hoe jij conflicten ervaart, hoe jij erop reageert. Maar we kunnen in principe alleen maar biologisch reageren. Er is in zo'n conflict situatie geen andere mogelijkheid dan biologisch reageren. Omdat we biologische wezens zijn. Ja? En onze huidige maatschappij
En zoals we die nu kennen, die bestaat eigenlijk pas een paar honderd jaar. Hè? Als überhaupt. En dit systeem bestaat al miljoenen jaren. Heeft zich miljoenen jaren door miljoenen jaren heen uitgewerkt in de vorm zoals ze nu is. En die gaat, ik zou bijna zeggen, de krankzinnigheid die wij daarmee uitvoeren, gaat dat niet veranderen. Zo van, ach joh, nu hebben jullie daar problemen mee, dan moeten we de biologie maar eens een beetje aangepassen, dan mee jullie daar beter uit de voeten komen. Het feit dat mensen dat denken of verwachten, dat is een beetje een grootheidswaan van de mens zelf, denk ik, dat alles zich maar aan moet passen aan ons. Er past zich niks aan ons. Wij passen ons niet eens aan ons, want we blijven gewoon biologisch reageren. En daar hebben wij rekening mee te houden. Zoals met de zwaartekracht, hè, wat een natuurwet is in het niet-levende. Ik kan dat elk moment testen, ik kan wat oppakken, ik kan het loslaten en ik kan de zwaartekracht waarnemen. Ja, de biologische wetmatigheden kan ik dus alleen maar bij ziektes waarnemen. Dus bij het ziekteverschijnselen. Iemand die gezond is. Ja, dat is wel even mijn vraag. Want mensen die gezond zijn, ik denk dus ook dat ik gezond ben, als ik mezelf als voorbeeld zou geven. Ja, is hersen-CT misschien, Niels? Ja. Maar dan zou je dus denken dat er niks op te zien is. Maar dat durf je wel te betwijfelen. Ik denk niet dat er hersen-CT-scans zijn waarop niks te zien is. Nee, dat denk ik niet. We hebben allemaal onze conflicten. Alleen de meeste lossen wij gewoon biologisch op, zoals het bedoeld is. Iedereen heeft een verkoudheid gehad. Iedereen heeft wel eens een keer een rode vlek of een etterende puist of pijn in zijn gewricht of in zijn botten gehad. Pijn in de spieren. Iedereen heeft wel eens wat. Alleen niet iedereen loopt direct naar de dokter. En ons organisme is over het algemeen in staat om het gewoon volgens het biologisch programma of mede door het biologisch programma gewoon op te lossen. Ja. En dat is helemaal niks bijzonders. Ik wil even door naar het biologisch conflict. Ja. Dus er wordt gezegd, het is gelijktijdig op drie niveaus ingeslagen. Dan heb je het over het psychisch niveau, het hersenniveau en het orgaanniveau. Ja. Zullen we die even bij langs lopen? Ja, graag. Nou, laten we beginnen bij psychisch niveau. Ja, wat ik al zei, de moeder die zo'n conflict leidt, het kind trekt zich uit de arm, steekt de straat over, heeft vanaf dat moment dwangmatig denken. Dus dat is in de psyche, het dwangmatig denken helemaal gericht op de zorg voor haar kind. Ja. En dat is ook de conflictinhoud. Ja? In de hersenen, in de hersenen, om aan te geven hoe systematisch dit biologisch proces is, als zij rechtshandig is, dan is er in de rechter kleine hersenen, helemaal hier dus, het kleine hersenen zit achterop, hè, en dan heb je helemaal hier aan het uiteinde, slaat de hamer zijn haard in. Dus ik kan in de kleine hersenen zien of iemand borstkanker heeft, dan komen ze op het orgaanniveau, dat is het zorgconflict, of niet. En dat is scherprandig in een actieve configuratie. Okay, ja? Dus het is al onderzocht dat als je rechts- of linkshandig bent, wat voor effect dat heeft? Ja, dat heeft een ongelooflijk belangrijk effect. Want zou het een linkshandige vrouw zijn, dan zit het dus de andere kant van de hersenen. Alright. Ja? Heeft ze die inslag hier rechts in de hersenen, dan ontwikkelt zij in haar linkerborst, in de borstklier, een tumor. In de borst gaat het borst, dat is dus het organisch niveau, het hersenniveau hebben we gehad. Het op organisch niveau gaat zich daar een tumor ontwikkelen met de biologische zin om meer moedermelk te produceren om haar zieke kind meer overlevingskans te geven om gezond te worden. In de natuur. Wat is het enigste wat de moeder in de natuur kan doen om haar kind een zorg aan te bieden? Er is geen apotheek, er is geen ziekenhuis, er is geen noodarts, er is niks. Dus moedermelk, zeg jij? Moedermelk. Ja? Oké, maar dat is dan in het geval van
dit specifieke geval voor dat kind. Ja. Maar hoe werkt het dan als je een veel ouder volwassen kind hebt dan? Of weet je dat niet? Biologie maakt dat niks uit. Er zijn zelfs... het kan zelfs voor de partners zijn. Er zijn zelfs verhalen vanuit de geschiedenis dat je dus... als therapie gegeven werd de borst van de vrouw voor volwassenen. Oké, wist ik niet. Interessant. Ja. Dus, maar de biologie maakt dat niet uit. Als het de partner is, als de partner zich niet kan... Hè, want als je ziek bent, kan je jezelf niet voeden. Je moet gevoed worden. Waar haal je dat vandaan? Nou, wat is er mooier dan de borstvoeding? Ja. Op het moment... En dan beginnen we weer bij het psychisch niveau. Op het moment dat het kind weer gezond is, dan wel het kind overleden. In beide gevallen is de zorg voor het kind voorbij. Komt tot een oplossing. Ja? In het tweede geval, als het kind overlijdt, kan ik natuurlijk een scheidingsconflict, een verliesconflict van mijn kind leiden. Dat wel, maar dat laten we even terzijde. Hè? We houden het bij dit ene verloop. Dus op het moment, hou dat even bij, het kind wordt weer gezond. Op het moment dat het kind weer gezond is, gaat dit conflict in genezing, zoals we dat nu noemen. Dit is een conflictolyse. Het conflict is opgelost. Die conflictactiviteit is niet meer nodig. Ook dat gezwel in de borst is niet meer nodig. Ja? In de hersenen toont zich dat doordat... deze scherprandige hamerse haard zich vult met vocht, hersenvocht, oedeem. En wordt zwammig, wordt wazig. En hoe langer dat proces duurt, hoe meer je ziet dat de bindweefsel gevormd wordt in die ringen die zijn ontstaan. En dat bindweefsel blijft aan het einde. Dat is gewoon littekenweefsel, zoals we dat ook hebben aan een wond. Als we ons verwond hebben, hebben we een litteken. Meer is het niet. Het is niet schadelijk. Kan niks mee gebeuren. Het is gewoon een teken van een proces wat is gelopen. Nogmaals, in de psyche is de moeder, daar valt de steen van het hart, zoals de Duitsers dat zeggen. Die heeft een grote opluchting. Ah, mijn kind is weer gezond. En die gaat in een diepe vagotonie, zoals ze dat noemen. Een hele diepe, zware vermoeidheid. Ze is al die tijd hoog actief geweest. He, is in de weer geweest voor haar kind. En nu komt de grote opluchting en ze wordt ziek. Ze krijgt een ontsteking in haar borst. De kanker, het gezwel wat in haar borst gegroeid is, wordt door de mycobacteriën tuberculeus afgebroken. En dat gaat onder zwelling, koorts eventueel, maar grote vermoeidheid. Ja? En dat is wat wij ziek noemen, ziekte of maar in principe is het de genezingsfase van die actieve fase. Maar daar komen we nog in detail op in deel 2, in de tweede biologische natuurwet. Maar zo zie je dat dus op die drie niveaus, dat was de aanleiding, op die drie niveaus het altijd synchroon loopt. Het is, dokter Hamer zegt ook, het is eigenlijk één. Psyche, hersenen en orgaan is één, onafscheidelijk van elkaar. Maar wij kunnen het diagnostisch en therapeutisch, kunnen we ze differentiëren, uit elkaar halen, om daarmee te werken. We hebben de drie niveaus. En als ik geen toegang heb, wij als leken hebben bijvoorbeeld geen toegang tot het hersenniveau. Het is heel moeilijk om tegenwoordig, het is heel moeilijk gemaakt, om tegenwoordig een hersen-CT-scan te laten maken. Je moet daar echt een verwijzing van een neuroloog voor hebben, voordat je überhaupt een hersen-CT-scan nog kan krijgen. 10, 20 jaar geleden was het helemaal geen probleem, dan was het een verwijzing van de huisarts. En dat is natuurlijk niet voor niks. Maar wij hebben geen toegang ertoe. Heb je een hersen-CT-scan? Kan jij hem lezen? Ik kan hem een beetje lezen, maar ik ben dan therapeutisch niet onderlegd, zal ik maar zeggen. Ik kan dat niet, bijvoorbeeld zoals dokter Hamer dat doet. Ja. Maar kortom, Casper, als ik het goed begrijp, dus die drie niveaus, dat is psychisch, op hersenniveau en orgaanniveau. Ja. Ik kan me zo voorstellen, als wij dit beter gaan begrijpen, dit verhaal, dat we onszelf weer kunnen genezen uiteindelijk. Hè? Nou, de natuur geneest ons.
Maar soms kan je er soms zou je er haar een handje kunnen helpen, inderdaad. Maar je moet niet vergeten dat 80-90% van de wat wij ziekte noemen, is eigenlijk een genezing, is al de genezingsfase. Dus het enige wat je dan niet moet doen, is in paniek raken of rare dingen gaan doen. Je moet daar in de genezingsfase moet je dan berusten. Je moet dat laten gebeuren. Als je dat niet laat gebeuren, als je je gek laat maken, letterlijk, dan word je weer sympathicotoon. Dan treedt er weer. Als ik dan met mijn borstkanker, die in genezing is, naar de dokter toe ga, en ik krijg daar de diagnose, ja, u heeft borstkanker. Dat is voor mij een conflict. Een biologisch conflict. En ik ben weer actief. En ik heb nog, dus ik heb een proces in genezing, maar ik heb ondertussen ook weer een proces erbij. Waarschijnlijk op de longen. Ik moet sterven. De longkanker. En dit proces, dit krijg ik niet zo snel opgelost, want ik geloof de arts. Ik geloof de arts dat ik moet sterven. Dat zijn diagnose. Hij zegt niet altijd, u moet sterven, maar ik heb de ervaring, mensen met kanker sterven. Die ervaring hebben we allemaal gekregen. Dat is niet zo moeilijk. En als de arts zegt, u heeft kanker, maakt mijn onderbewustzijn daar de link. Ik heb kanker, dus ik moet sterven. Dus ik heb een doodsangst. Hè? Dat wordt omgezet in een doodsangst, biologisch gezien, geassocieerd. En daar kom ik niet uit, zolang ik de arts geloof. En als ik zijn behandeling ook nog eens een keer ga doen, die in principe dodelijk is, want het is een vergiftiging en een bestraling, het wegbranden van weefsel, ja, dan komt zijn voorspelling, komt dan ook uit. Ja, maar het heeft de biologie, voor de biologie ben je gewoon in genezing. Het is een kwestie van, ja, zolang als het geduurd heeft, de actieve fase geweest is, zolang duurt de genezingsfase, is mijn kind 3 maanden ziek geweest. Ja, dus heb ik 3 maanden conflictactiviteit gehad, dan heb ik 3 maanden nodig om te genezen. Ja, is het ook echt letterlijk zo? Het is een vuistregel. Er zijn uitzonderingen op in die zinnen. Ik hoef, met mijn kind ben ik waarschijnlijk 3 maanden... voortdurend conflict actief. Want het is gewoon mijn zorg. Ik rust niet eerder voordat mijn kind weer gezond is. Maar er zijn ook conflicten. Die heb ik bijvoorbeeld op het werk. Ik ben op het werk actief. Maar 's avonds niet. En dan moet ik gaan kijken. Zo'n beetje gaan optellen. Van ja, oké, hoeveel dagen op het werk ben ik actief geweest. En dan moet ik een beetje gaan rekenen. Maar de vuistregel is. Zolang als de actieve fase geduurd heeft, duurt de genezingsfase, ja. Ja, want we noemen het natuurlijk de biologische natuurwetten, maar een kind is natuurlijk biologisch, hè, het lichaam waar het in zit, maar de relatie die je hebt, hoe je verhoudt tot een ander, dat is voor mij ook een belangrijke. Is heel belangrijk, ja. Dan kunnen we, maar zodra we de Germanische beter gaan begrijpen, dan zien we hoe ongelooflijk wij onze kinderen mishandelen in onze samenleving. De manier van geboorte, de manier van voorgeboortelijke onderzoeken. De echografie is een marteling voor het ongeboren kind. De echografie is voor het ongeboren kind alsof er een Apache-helikopter 5 meter boven jouw hoofd draait. Kan je daar iets bij voorstellen als volwassene? Nee, dat is... Dat is dus de empathie. Dus dat je moet in kunnen leven in een ongeboren kind. Je weet, je krijgt niks mee, je ziet niks. Maar je hoort een onverdovend lawaai. Wat moet ik daarmee? Ik moet daar iets mee. Ik probeer weg te komen. Ik krijg daardoor motorische verlamming. Ik krijg een schrikangst of een territoriumangst. Allerlei conflicten slaan erin, hoorconflicten. Daar is alles mogelijk en dat gebeurt ook. Je hoeft maar naar onze jeugd te kijken. Hoe slap die in de spier en hoe die botten zich slecht ontwikkelen. Om te zien wat of wij met onze kinderen doen. Of laten doen over het algemeen. Maar oké, wij brengen onze kinderen naar de echografie. Wij brengen onze kinderen naar de crash.
Ik kan wel zeggen, het is verplicht, het moet, anders krijg ik problemen. Ja. En daarom doen we het. En daarom is de Germanisch ook gewoon niet zo geliefd onder de mensen. Want bij andere therapieën kan je je laten behandelen. En in de Germanische moet je zelf handelen. Voor je kind en voor jezelf. Als je niet handelt, als je gewoon erin laat zitten waarin je zit, kan je er helemaal niet uitkomen. Want daar is geen pilletje voor. Er is geen operatie voor. En dat, is... Ja, ja, we zijn een aardig op weg met het eerste stuk van... Ja, ik denk het wel. Toch wil ik nog één dingetje waar je net ook al even over had. Empathie is ook een hele belangrijke voorwaarde om dit te kunnen doen, hè? Deze germanische heelkunde. Ah, dan heb je het puur over therapeutische. Ja, over therapeutische moet je je in kunnen leven in de patiënt in dat geval. Je moet je in kunnen leven in een ongeboren kind. Je moet je in kunnen leven in een baby. Je moet je in kunnen leven in een zwangere vrouw. In een bedrogen echtgenoot, in een bejaarde. En niet alleen maar psychologisch. Ik begrijp dat wel. Nee, je moet in kunnen leven in het biologisch proces wat zich daar afspeelt. Want de zwangere vrouw is bijvoorbeeld mannelijk. Dat hoor je dan te weten, daarmee ik me in kan leven in een mannelijke vrouw. De zwangere vrouw is door de hormonen, is door de hormoonspiegel, is die tijdens de zwangerschap en tijdens de zoogperiode, is die mannelijk. Oké. Okay. Een vrouw in de overgang, die in overgang geweest is, is mannelijk, hormonaal. De man die in overgang is geweest na zijn 75ste, is vrouwelijk. Een jonge vrouw of een vruchtbare vrouw die de pil slikt, is mannelijk, die reageert mannelijk. Doe een beetje dus denken aan aan zeg maar mannelijke energie of vrouwelijke energie, om het zo maar even te zeggen. Of zit het een beetje in die lijn of zie je het Nee, anders? Absoluut niet. Dat speelt zich allemaal onder andere af in de hersenen. En dat loopt allemaal biologisch af. Heel kort gezegd, biologisch gezien, het verschil tussen een man en een vrouw is, een man heeft een territorium. En de vrouw krijgt haar territorium over de man. De vrouwelijke vrouw, dus daar hebben we het even over, heeft zelf geen territorium, biologisch gezien. Die bedient zich van het territorium van de man. Ja? En dat territorium is er om kinderen groot te brengen. Haar territorium is het kind. Het territorium van de man is het territorium. Dat is zijn gebied wat hij verdedigt. Dat is puur biologisch. Ja? En de man reageert aanvallend. En de vrouw reageert verdedigend. Dat is... er is dus een gebied in de hersenen wat voor het vrouwelijke en voor het mannelijke deel verantwoordelijk is. Maar we hebben ze als man allebei, we hebben ze als vrouw allebei. En als je de Germanische beter leert kennen, dan zal je ook ontdekken dat de meeste vrouwen in onze samenleving eigenlijk mannelijk zijn. En de meeste mannen eigenlijk in onze samenleving vrouwelijk zijn. Oh, ik vind het nu al fantastisch. Ja, en daar komen we waarschijnlijk met deel 5 komen we, dus blijf kijken tot deel 5, want met deel 5 zullen we daar ongetwijfeld nog dieper op ingaan. Maar jij vindt het boeiend, ik houd me hier dus al vanaf 2005 mee bezig, hè? 17 jaar. Kijk, het is heel leuk, want jij zit al veel dieper in die materie en ik heb bewust, heb ik me een klein beetje ingelezen, maar niet overal op in, anders dan komen die vragen niet op. Maar het is echt ongelooflijk boeiend. En nog veel boeiender is het dat het allemaal volgens deze wetmatigheid verloopt. Ik hoef het niet te geloven. Ik kan het controleren. Ik kan het aan de eerstbeste geval kan ik het controleren, omdat het altijd klopt. Je kan bij wijze van spreken niet niezen zonder conflict. Je kan geen hik krijgen zonder conflict. Je kan geen tranend oog hebben zonder conflict. Dus alles wat wij doen, en je hoeft het Germanische niet te controleren aan jezelf of je omgeving door kanker te krijgen. Dat is helemaal niet nodig. Elk proces wat er in ons lichaam gebeurt, verloopt volgens deze biologische wetmatigheid. Right. En dat is gewoon
zo boeiend. Dat is, ja, ik kan er geen genoeg van krijgen, laat me zo stellen. Maar dat merk je waarschijnlijk wel. Ja, leuk. Je praat er heel erg enthousiast over en bevlogen. Dat is ook hoe je erin staat, dus dat is helemaal perfect. Casper, dank voor je tijd. Ja, heel graag gedaan. We gaan binnenkort weer verder met de tweede natuurwet. Dat zal binnen de komende weken zal dat een keer plaatsvinden. Ja, en dan, zeker. Dan kunnen mensen daar naar luisteren en kijken. Is prima. Ja, nog heel kort. We hebben dat ik ben vanaf 2005 daarmee bezig. En ik heb websites gemaakt en destijds was er niks in Nederland. En ik, op een gegeven moment is het ook weer in zoverre afgezakt om daar een beetje naar buiten toe te treden. Maar voor 1,5 jaar geleden zijn we dan gevraagd door Helmoet Pilar. Dat is de rechterhand van dokter Hamer. Die heeft 25 jaar dus presentaties gegeven voor dokter Hamer. En die heeft gevraagd of wij zijn 60 lesmodules die hij heeft, van 1,5 tot 2 uur, zouden willen vertalen in het Nederlands. En wij hebben daar even al het werk zien hangen, want dat is echt een ongelofelijke klus. We zijn nu dus al 1,5 jaar, eigenlijk 7 dagen per week bezig om dat om te zetten. Maar het zijn fantastische modules. Helmoet heeft dat hele geneeskunde wetenschappelijk gebeuren heeft hij in Jip en Janneke taal neer kunnen zetten met hele praktische voorbeelden. He, alles uit de praktijk in 60 modules, 14 basisprincipes en dan nog de speciaalprogramma's zoals we dat noemen, waarmee elk orgaandeel uitgebreid wordt behandeld, voorbeelden erbij. En ja, als mensen zich willen verdiepen in deze materie, dan is dus dit lesmateriaal zeer geschikt daarvoor, omdat het eigenlijk rechtstreeks uit Hamers hand komt, dokter Hamers zijn hand. Precies zoals dokter Hamer wil dat het verder gegeven wordt. Dus compleet met alles erin. Ook de vervelende dingen zitten erin. Ja? Dat we ons eigenlijk misdragen in de natuur, zo zou je kunnen zeggen. Dat we onze kinderen dingen aandoen die een die een dier nooit met zijn of haar kinderen zou doen. Maar Oké, het gaat er niet om mensen terecht te wijzen. Het gaat erom mensen duidelijk te maken. Jongens, waar zijn we mee bezig? Wat zijn we aan het doen? En we kunnen natuurlijk naar het systeem wijzen. En we kunnen overal de verwijtende vinger naar wijzen. Maar het begint bij ons. Zolang wij onze kinderen naar een school brengen, of naar een crash brengen, of wat dan ook, die het niet goed voor heeft met onze kinderen. Zolang wij een overheid vertrouwen die vindt dat die het beter kan doen dan de moeder. De moeder wordt uit de ouderlijke macht ontzet op het moment dat het kind een behandeling moet gaan waarvan de staat vindt dat het wetenschappelijk is. En het is niet wetenschappelijk, het is een experimenteel iets. Onze kinderen worden dwangmatig experimenteel behandeld in de academische geneeskunde. Met heel vaak de dood tot gevolg. Ja? En dat moeten we gaan begrijpen, maar het ligt bij ons. Wij moeten besluiten om te zeggen, daar doe ik niet meer aan mee. Ongeacht wat de gevolgen zijn. Als we al gaan bijvoorbeeld gaan zeggen, ja, maar als dan, het is je eigen vlees en bloed. Je kind is toch het belangrijkste wat er is. Snap je? Zo is het. Casper, als mensen hier meer over willen weten, hoe kunnen ze jou bereiken? Het beste, we hebben een Telegram kanaal, we hebben een Telegram groep. We hebben 2 websites, die van Helmoet die wij vertaald hebben. Die kan je misschien dan onderin zetten. Germanische heelkunde.at. En we hebben de Germaanse geneeskunde aan elkaar.info. Dus niet de NL, maar de info. Ja? En dat is de oudste website in Nederland wat betreft de Germanische heilkunde. Met alle informatie zoals dokter Hamer het in zijn boeken heeft beschreven. Ook met veel ervaringsberichten. Dus, maar we doen dus ook vanaf januari zijn we bezig met een studiebasisprincipes. Waarbij je stap voor stap mee wordt genomen in het hele proces. En is een ideale gelegenheid om gewoon dieper kennis te maken met deze, zoals het gezegd wordt, de belangrijkste ontdekking
in de geschiedenis van de mensheid. Casper, ik spreek je snel weer. Oké, heel erg bedankt. En dan tot gauw. Yes, bye bye.